Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Iets anders, een iets andere setting als normaal. Ik heb namelijk een vraag aan jullie. Er zijn namelijk kijkers die het leuk vinden om mijn vlogs te bekijken. Er zijn namelijk kijkers die het leuk vinden om mijn DIY te bekijken en dan mijn DIY te kunnen bestellen. Wat ik ook helemaal begrijp, want ja, beide is natuurlijk leuk. Dus ik dacht, misschien is het leuk om het te combineren. Dus dat ik wat meer van de winkel laat zien in een video. Maar daarin ook een DIY laat zien. Zodat je wel gewoon het pakket kan bestellen zoals je het graag zou willen. Dus een beetje een experiment deze video. Dus laat vooral aan mij weten wat je ervan vindt. Door even een reactie achter te laten. Heb je liever een vlog? Heb je liever gewoon een DIY? Of vind je het juist leuk als ik het combineer zoals ik het vandaag ga doen? Het zal wel een wat kortere video worden. Dus niet een hele lange vlog. Maar wel leuk gecombineerd met een DIY. Dus laat me het vooral weten. En ja, wie weet komt zo'n video dan vaker online of... ja, misschien blijf ik ook wel gewoon alleen DIY's plaatsen en alleen vlogs af en toe dan tussendoor. Die komen natuurlijk sowieso maar heel beperkt op mijn kanaal. Maar laat het vooral weten en wens ik jullie heel veel plezier met kijken. De DIY die we dan vandaag tussen de video door gaan doen. Ik zal ook even de tijd in de, hier ergens neerzetten, zodat je weet tot hoever je kan doorscrollen als je alleen de DIY wil zien. Dus dat kan ook. Dus je denkt van, goh, ik skip de rest van de video. Ik ga gelijk door naar de DIY. Maar de veel aangevraagde etagère. Ik kreeg veel de vraag van, wanneer komt die nou? Ik heb weer mooie etagères weten te machtigen. Ze zijn wel beperkt op voorraad, dus wil je deze niet missen, dan moet je er snel bij zijn. Ik kan hem ook niet zo bijbestellen, dus dat is ook weer zo. Dus die ga ik straks opmaken in de DIY video. Ik ga nu eerst even buiten zetten en alles netjes maken. En ja, ik vind vlogs trouwens wel echt super leuk om te maken en ook om in elkaar te zetten. Ik loop even naar de kast, want onze kast is weer open. De eerste dag vandaag, daar is gisteren heel druk mee geweest. En we gaan het nog mooi maken natuurlijk, komen er steeds meer bij. Oh, lekker overbelicht zo buiten. En ja, die zou ik ook even van jullie laten. We hebben weer heel veel moois. Mooie hangpotten ook. Bakopa's. Dan hebben we hier allemaal potjes, mandjes. Allemaal leuke dingen. En dit zit dus achter mijn winkel, laten we zeggen. Dus als je de winkel doorloopt. En dan ga ik nu eerst alles lekker buiten zetten. Want we hebben heel veel mooie planten en plantenbakken. Dus er staat ook een deel voor de winkel, voor buiten. En er is nu ook een deel achter de winkel. Volgens mij ben ik heel ver ingezoomd. Ja. dus dat ga ik nu eerst doen. Ik ben even de vloer aan het schrobben en het schoot me alweer in het lachen, want gisteren dacht ik ook eventjes ik ga de vloer schrobben, maar de schrobmachine ging bij mij vandoor. Ik vlog in alle kanten op, ik moet echt weer om mezelf lachen, echt heel stom. Maar hij doet wel goed zijn werk. Het was een hele drukke ochtend, dus ik heb niet zo heel veel kunnen filmen. En dat is dan weer het nadeel soms van het vloggen. Want ik film natuurlijk niet de klanten, dat vind ik niet netjes. Ik ga nog even de planten netjes zetten. Dus die ga ik allemaal even ordenen, water geven en dat soort dingen. En dan gaan we daarna zo beginnen met de DIY video. Mochten jullie dit nou leuk vinden dat ik dit vaker doe,
Laat dan vooral ook weten wat je leuk vindt om te zien in mijn dagelijkse werk in de winkel. Of dat boeketten zijn, bloemstukjes maken. En ik zat later nog te denken, wat dan ook wel weer leuk is, is als ik het combineer, dan kan ik misschien soms ook twee DIY's in één video doen. Dus dat is dan ook wel weer leuk, omdat de video dan gewoon wat langer kan duren. Ik ga dit even gauw doen en... Wat ik wel weer echt heel leuk vind, is dat we weer langs het aquarium kunnen lopen. Omdat de winkel nu weer doorloopt naar achteren naar de kas en alles weer open is na ja, de lockdown en alles. Dus ja, dat is wel weer heel leuk, want dan kunnen mensen weer rustig bij de visjes kijken. En ook handig voor als er kinderen mee zijn, dan kunnen ze bij het aquarium staan en kan moeders gewoon lekker rondkijken. Dus echt super leuk. Voor de mensen die dat niet wisten, ik heb piranha's in de winkel, dus heel erg apart. Dus vind je het een keer leuk om te komen kijken, ben je natuurlijk van harte welkom. Ik ga nu beginnen met de DIY. Dus... En kom je nu pas in, dus heb je het eerste stukje overgeslagen. Heel veel plezier met het kijken van de DIY video. Ik vind je weer kijken naar een nieuwe DIY video. Dus dit keer iets anders dan anders in de video. Maar we gaan nog steeds op dezelfde manier aan de slag met een nieuwe DIY video. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het aan toe moet, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk nog steeds in deze tijd. Dus ja, dan kun je er zelf mee aan de slag gaan. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je ook nog eens elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast kan je nog steeds meedoen met de winactie om het bloemstuk te winnen met het tropische tintje. Dan kun je even hier naar de video gaan en een leuke reactie achterlaten. Dan doe je al mee. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat eventjes. En blijf op de hoogte van alle leuke video's en alle leuke winacties. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Ik kreeg veel aanvragen voor eerder jaar omdat het vorige heel snel was uitverkocht. Deze is dus ook beperkt, dus ja, wees er snel bij. Ik kan hem niet nabestellen. En er was gevraagd of ik dan weer hetzelfde kon doen met het verbinden van boven naar beneden. Nou, dat kan. Deze is van hout, dus we gaan in potjes werken die we daar weer op gaan zetten. En daaromheen gaan we leuke materialen verwerken. Ik doe eerst eventjes oase in de potjes. Ik heb de oase al helemaal nat gemaakt. En de zijkantjes van de oase snij ik altijd eventjes schuin eraf. Dan steekt het iets mooier weg. En dat doe ik dus met twee potjes. En deze zet ik op twee verschillende hoogtes. Je kan dus spelen of je de bovenste de onderste wil. Wat ook leuk is, is om op de bovenste chocolaatjes te doen. Hou ik wel van. En het voordeel is dat je in potjes werkt, dat je de zijkant al mooi weggewerkt hebt. We gaan dus als eerste eventjes die verbinding maken met het berengras. Dat doe je door bovenin de berengras erin te doen en onderin weer vast te zetten. Dit kan je gewoon doen door de onderkant er weer in te steken. Even het puntje eraf snijden. Dit doe ik eerst met drie grasjes. En middenin stop ik een mooie roos. Deze laat ik een beetje naar de buitenkant steken. Nu was ik zo fanatiek aan het bloemschikken dat ik niet door had dat mijn kaartje vol was. Maar volgens mij hebben jullie niks gemist. Ik heb dus de grassen verbonden van boven naar beneden. Ik heb de roosjes toegevoegd en ik ben nu bezig met de 1000 schoon. Die voeg ik dus toe. Ik snij alles gewoon weer schuin aan. En ik steek de bloemen compact weg in mijn bloemstuk. Dan heb ik mooie hypericum in donkerrood. En die steek ik ook in beide stukjes. En een anjetje.
aan de andere kant doe ik ook weer het duizend gewoon compact in het stuk. En zo vul je de oase al mooi op. Dan heb ik asparagus en deze verwerk ik er kort in. Mooi sierlijk, ook wat aan de achterkant. En ik laat ook een asparagus wat langer meelopen met het stuk. Ik heb dus van de onderkant een beetje het blad afgehaald. En die loopt al mooi mee met het stukje. En ook deze doe ik aan de achterkant nog een klein, wat korter stukje. Daar kun je gewoon de zijtakjes voor gebruiken die je er net af hebt gehaald. En mocht je daar nog oase zichtbaar hebben, vul ik dat op met wat Silantia. Dit is vooral aan de achterkant. Ik zie dat aan deze kant nog een beetje onderop. Er mag geen oase meer zichtbaar zijn. Het grijs van het Silantia komt ook juist weer mooi terug in het blad van, van de étagère. En zoals je ziet is het dan al heel mooi qua verbindingen, lijnenspel en is de étagère al heel mooi. Maar hij mag best nog wel wat opgeleukt worden. Dat gaan we doen door middel van deze leuke flesjes. En deze gaan we vullen met water en dan kan er ook weer een klein bloemetje in. En dat maakt hem dan weer heel leuk. En deze zetten we dan op drie verschillende plekken. En hierin doen we dan een klein gerberaatje. En dat geeft ook een heel mooi speels effect. Dan vullen we hem nog wat op met wat mooie takjes die een beetje in lila kleur gespoten zijn. Ook heel mooi. En dit leggen we er gewoon los bij op. Daarmee decoreren we hem mooi. Afhankelijk wat je dus aan de bovenkant wil. Als jij er gewoon lekkere chocolaatjes op wil doen. Kan dat natuurlijk ook. Maar ik hou het dit keer wat, wat veiliger voor na de coronakilo's. En dan heb ik nog wat mooie vruchten die ik er ook bij op doe. Die zijn gespoten in een beetje dat wittige. En dat vind ik leuk, want dan komt het witte van de binnenkant weer terug. En deze leg je er eigenlijk ook gewoon bij op. En deze leg er een boogje bij op. En dan hebben we het bloemstuk heel mooi gedecoreerd. En is het echt heel mooi geheel geworden. Ik zal eventjes het eindresultaat laten zien voordat ik deze video afsluit. Ja, dan hoop ik dat jullie dit leuk vonden. Wil je dit dus bestellen? Ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je het onder cursuspakketten. Of ga naar het linkje hieronder in mijn bio. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel dat op Facebook of Instagram. En doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Heb je leuke ideeën, laat ze hieronder eventjes weten in een reactie. En laat me vooral weten wat je van deze video vond. Of je deze opzet leuk vond. Of dat je toch liever alleen de DIY's ziet of een losse vlog. Of allebei los kan natuurlijk ook. Kan blijven vragen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!